Vandaag ga ik een plantaardige versie van Snickers maken en daarvoor heb je nodig maple syrup, tahin, medjool-dadels, cacaopoeder en ongezouten pinda's. Doe een stukje bakpapier in een diepvriesdoosje en daar leg ik de dadels zo meteen in. Ik ga beginnen met de pitten uit de dadels te halen en ook zit er in veel dadels zo'n uiteinde en die moet je er ook uithalen. Het zijn net een soort punaises en die zijn echt niet lekker om te eten. En verder zit er nog een pit in de dadel. Daardoor snij ik hem in, niet helemaal door. En dan kun je de pit er zo uithalen. En dat doe je dan met alle dadels. En dan ga ik een hele makkelijke karamel maken. Door ongeveer een eetlepel maple syrup in een kommetje te doen. En daar gaat ongeveer evenveel aan tahin bij. En dat roer ik door tot een egaal mengsel. En dan heb je echt een hele lekkere karamel. Ik ga ze eerst allemaal vullen met wat pinda's en druk het goed aan. En dan gaat er nu een heel klein beetje cacaopoeder over. En vervolgens de karamel. En dan als laatste nog weer wat extra cacaopoeder.